Plaats de vilte band in de opening van de sokkel. Belangrijk is dat het vilt geplaatst wordt gelijk aan de bovenzijde van de sokkel. Goed aandrukken. De tooltray kan op verschillende posities op de sokkel bevestigd worden. Gebruik hiervoor de bijgeleverde schroeven en inbussleutel. Leg het keramische blok omgekeerd op een vlakke ondergrond om de voetjes te monteren. Haal de voetjes en het schabloon uit de verpakking en leg het schabloon dan op de hoek van het keramische blok. Zo bepaal je de juiste positie van de voetjes. Prik vervolgens met een schroef in de cirkel van het schabloon. Verwijder het schabloon en schroef de voetjes op alle vier de zijdes vast. Nu kan het keramische blok op de sokkel geplaatst worden. Het voordeel van keramiek is dat het geschikt is tegen alle weersinvloeden. Plaats met twee personen de kegel op de sokkel van het eiland. Daarna kan de bakplaat op de kegel geplaatst worden. Hou hierbij rekening dat je je handen aan de binnenzijde van de bakplaat houdt. Controleer als laatste nog even of de bakplaat waterpas staat. Naast de kookunits hebben wij in onze collectie ook de O4 Butcher Blocks. Die zijn er om meer werkruimte te creëren. Ook bij de O4 Butcher Blocks wordt er standaard een tooltray meegeleverd. Deze kan ook op verschillende plaatsen gemonteerd worden. Optioneel is er een grote tooltray te verkrijgen voor de O4 Butcher Block 90.